Hey, Giel hier. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Wat zeg ik? Dit is de 40ste. De enige echte vlog 40. En laat ik gelijk maar even beginnen met het begin. Het is echt dramatisch. Ik ben gehackt. The possibility to log in into YouTube channel. We also have got your cell phone number. En ik heb hier ook een brief gekregen. Ik zal hem even bijpakken van ik weet niet, ik denk IS of iets in die trant. Geintje natuurlijk. Nee hoor, dit is een oproep. Een oproep aan jou. Want misschien ben jij wel heel goed in monteren. Een beetje knippen, plakken, thumbnails maken, een YouTube kanaal inrichten. Ik heb namelijk sowieso een trailer nodig. Ik vind dat best lastig, want ik vind wel dat alles van de afgelopen 40 vlogs daar wel een beetje bam 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 in moet zitten. En hij moet gewoon natuurlijk beginnen met: hoi, ik ben Giel en leuk dat je kijkt naar dit kanaal. Zoiets, nou deze kan je gebruiken in ieder geval. Ik zou zeggen, als jij echt serieus bent en je hebt wel een beetje tijd, stuur me een mailtje. youtube@gielbelen.nl. En ik zweer het je, ik denk dat je er echt een leuk baantje aan overhoudt. Laat me even weten wat je doet, wat je gedaan hebt. Misschien heb je een demootje of iets. Maar misschien ben jij er goed in. Dus youtube@gielbelen.nl. En dan heb je misschien een baantje in de YouTube-wereld. Sowieso, dank voor alle reacties die binnenkomen op het kanaal. Ik zie echt de laatste paar dagen weer heel vaak berichten binnenkomen over de 30.000 abonnees, waar ik nog steeds ontzettend blij mee ben. Dankjewel daarvoor. Als je er niet bij hoort, hoor er nu bij en subscribe even, zou ik zeggen. Maar ik had iets beloofd. Ik was eigenlijk niks van plan. Het is aan jou. Wil je het nog wel? Jij hebt het bij 20.000 abonnees gedaan? Ja, 30. 30.000. Oh, 30. Nou, daar ben ik nog lang niet. 30.000 abonnees spring ik ook van die brug. Van die brug? Ik zweer het je. Oké. Okay. Dan kom ik weer naar jou toe gereden. Is goed. En dan spring ik van die. Dat is echt bij deze. Dat staat vast nu. Dat staat vast op jou. En ik ben er al teruggekomen. Sterker nog, ik heb Gio nog eventjes kort gesproken. Hier thuis, eigenlijk op deze plek. Nou ja, niet hier thuis. Ik had een Skype-verbinding met hem. Ja, is goed. Hi. Het is toch te gek dat het allemaal kan, jongen. De onderwereld van de elektronica. Het is Giovanni hier. Laten we het eerste weekend van februari al spreken. Ja, is goed. Dan ga ik een goede challenge bedenken, of misschien bekijken ze dat ook wel, om ervoor te zorgen dat je zus ook van het ding moet springen. Ja. En ik hoop maar dat er geen ijs ligt, want dat komt nogal hard aan. Ja, dat zeker. Als het goed is dus, gaat het deze zaterdag gebeuren. Zin in. En heel veel reacties op de vakantievlog van mijn vakantie in Tanzania. Hier moet je kijken, jongen. Teske. Meisje Jamelia. Die boys van Lieve Bertha. Tof, tof, tof. Ja, sowieso veel reacties. Ook op de prijsvraag natuurlijk. Wat was de vraag ook alweer? Hoeveel strepen heeft de zebra die je hier ziet? Hoeveel strepen heeft hij? Ach, en er kwamen antwoorden op binnen. Echt, mensen zijn er maar druk mee geweest. Die hebben echt streepje voor streepje lopen tellen. Hele vage berekeningen. Hier, wat dacht je van deze? Van Yannick. Kijk, ik ben naar buiten gegaan om te kijken naar een zebrapad. Een zebrapad is gemiddeld 10 witte strepen. En als je wel eens dat spelletje doet waarbij je alleen op witte mag stappen, weet je dat je van de ene witte naar de andere één grote stap is. Dat is dan weer 1 meter. 1 meter keer 10 strepen is 10 meter. Dus een zebrapad is 10 meter. Dat is natuurlijk veel te lang. Voor was het een koproplengte van 2,46 centimeter lang. Dus 10 gedeeld door 2,46 is 4,1. Gemiddeld heeft de zebra dus 4,1 strepen op zijn lichaam. Als je uit zou gaan met deze berekening. Alleen, nou is het zo dat ik geen idee van wat ik hierboven heb gedaan. Dus we doen 4 keer 1 keer 10 is 41 en 41 strepen voor 1. Mijn antwoord is dus 41 strepen voor meneer de zebra op de foto. Yannick. Tamelijk briljant, moet ik zeggen. Je hebt een streepje voor. Ik vind dit echt heel goed. Stuur me gewoon even een mailtje. Laat me weten welke cd jij tof vindt. Want die heb je gewonnen. Er waren er 2 die het goed hadden. Te weten. Marleen Heuvelink en Sanne Jansen. En die heeft het echt nog met een goede uitleg erbij ook. 2 strepen. Een witte. En een zwarte. Ik vind het ook flauw, maar dat was hoe de gids het uitlegde. En ik dacht, ik ga hem gewoon ook gebruiken voor jullie. Sanne en Marleen, jullie krijgen echt een leuk cd'tje opgestuurd. Wat heb ik hier liggen? Charlie Puth, misschien, als je dat wat wil. Die kan ik ook nu gaan weggeven, want... prijsvraag! Ja! Genoeg. Dat heeft alles te maken met FZA. De film die afgelopen vrijdag in première ging. Ik was erbij en daar waren op de rode loper echt onwijs veel YouTubers. De vraag is... wie herken je? Degene met de meeste antwoorden, die wint. Dus kijk goed, je kan het filmpje natuurlijk zo vaak kijken als je wil. Let goed op de achtergrond en zo. Welke YouTubers zie je? Ja, maar ik
zijn die stijl houden. Ik kan het zelf echt niet proberen. Ik heb er wel een paar ontdekt, maar misschien dat jij er nog gewoon wel eentje extra weet te vinden. Je kan natuurlijk hieronder achterlaten. Je kan hem ook gewoon een mailtje sturen. youtube@gielbelen.nl. Dat is mijn mailadres. Lees je ook verder in de omschrijving. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Als je het leuk vindt om te leven, dan like je. Tot volgende week. Bye.